Decepticon. En we zijn weer terug met een nieuwe aflevering van Lucius. Welkom bij Social Productions. Dit is deel 22. Let's continue. I just died again. Did I? Okay, what the fuckers? Christ compels you. Oh, I'm stuck. Fuck. I'm fucking stuck. Get over here. Yeah, I'm stuck. Shite. Ik kwam precies op het moment dat ik dood ging en mij dood, dat ging niet helemaal goed. Nou, het bukte een beetje. Oh, en hij beweegt ook niet meer. Shit. Okay. I think I just killed the bastard. Lucifer is stronger. Well, stance. Wacht, ik heb nog een andere rol wat te verslaan hier. Of niet? Oh, nee. Dat is niet. Wat is het nou? Ja of nee? Nee, wat bedoel je? Nope! Nog steeds iemand te verslaan hier. That's pretty fucked up, because I think he's the boss. What the fuck? Zie je? What the fuck, jongen? What the hell? Oké. Nee. Oh, shit. Dat kan je niet meenemen. Are you kidding me? For real? Ja, tuurlijk. Why not? Het gaat langer duren dan ik dacht. Do it again, shall we? In the name of Jesus Christ, I exorcise all evil spirits. Get in the name of Jesus Christ, I exorcise. Okay. Yeah, come on, boy. Okay now. In the name of Jesus Christ. Nou is klaar. Fuck. Fuck. The power of Christ compels you. Komen niet echt, hè? In the name of what the Christ, I all evil spirits. Get the power of Christ compels you.
staat gewoon op me, mogol. What the fuck, man? The power of Christ. Nope. Not this time. What the fuck? The power of Christ compels you. The power. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Okay, tactiek. Ik heb een tactiek nodig. Dit gaat niet werken. This is not gonna work. The power of Christ compels. Shut up. In the name of Jesus Christ, I what the fuck? The power of Christ compels you. Ik heb veel te veel. Mongo. Charge! Freaking charge! Make my fucking day! In the name of Jesus Christ! Hey guys! Get the power of Christ! No, not this time. In the name of Jesus Christ, I command you. The power of Christ. This is not even possible. Come on. Sterf gewoon. Doe wat mij zint. Fucking cunt. Hi there. To regain your strength fast. Ik snap het niet, wat de fuck moet ik doen bij hem dan? Oh, fuck. Compels you. I fear you not.
Turn the visor of hell yourself, bitch. Oh shit. Moet ik doen dan? What the fuck man? Tijd overstuit. Sorry dames en heren, ik moet hier mijn tijd stellen. Ik heb iets te lang gespeeld denk ik. Doei! Goeiedag dames en heren, we zijn weer terug met het laatste deel van Lucius. Althans, ik hoop dat dit het laatste deel is in ieder geval. Ik ben heel druk bezig om hem in vlammen te zetten en dergelijke. En vervolgens moet ik... die. Maar volgens mij... Auw! What the fuck? What the fuck, jongen? Are you fucking kidding me? Oh, ja? Yeah? Die? Oké. Kom op. I know. Continue. I know. Continue. I got it. Alright? I got it. Fucker! Right through the wall. Just like that. Oh, dit is zo frustrerend, hè, dit. Come on! Damn it. Nope, not this time. Come then. Come on. What? Godverdomme! Oké, er wordt waarschijnlijk toch nog wel een extra deel erbij. Zo ik zie. Ongelooflijk. Er zijn mensen die dit gewoon in één keer halen. Dat is het mogelijk. Dat is toch onmogelijk dit, jongen? What the fuck? What the fuck, man? The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Take on your forces. We will weaken him. The power of Christ compels you. Just continue, fucking hell. It's not gonna work like this. No, sorry. Oh. Shite! Bob! Okay, the power of Christ compels you, that's cool. Nobody cares about your crying, girl. Nobody cares. In the name of Jesus no, Christ, I hit you, buddy. Fuck face. Spirits, get the power of Christ compels you. Leave. Okay. It's okay. The Leave. Power of Christ. It's okay. Come on. The power of Christ. The power of Christ.
fucking continue! The power of Christ compels you! Dit is zo fucking frustrerend. Eerlijk waar. In the name of Jesus Christ, I exorcise all evil spirits! Get the power of Christ compels you! Heerlijk. Why not? The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Fucker. Fucking frustrating. Leave me the fuck alone. Stupid cunts. Done, done. The power of Christ compels you. It's not gonna work, isn't it? The power of Christ compels you. Are you compelling a dick? Are dicks, so yeah. I can imagine something. The power of Christ. Hey, look. Why not? Here we go again. The power of Christ. Okay. Hoe gaan we dit aanpakken? Ja, natuurlijk. Ja. The power of Christ compels you. Fuckers. The power of Christ compels you. Nou, ik weet je wat ik doe? Ik beëindig het even hier. En ja, dat doe ik even niet. Het gaat me niet lukken dit. Het wordt echt gewoon fucked up dit. Ik weet het ook even verder. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ja, dit is het einde, weet je. Ik kan u wel een beetje vertellen hoe het gaat. Ik denk dat ik het gewoon nog mee stop ook. Want ik ben er een beetje helemaal klaar mee. Nou ja, goed. Ik moet die twee pastoren, of wat het ook mag zijn, moet verslaan, laat je ook zien. Daarna komt de zogenaamde vader. En ja, dan moet ik het paaltje omstoten, dus het paaltje afklopen. Dus, ja, die paal staat schuin bij de trap, aan de rechterkant van de trap. Dat is alles eigenlijk. Maar goed, dus ik ga het hierbij laten. Ik wil je bedanken voor het kijken en we gaan door gewoon naar een ander spel met Lucius. Daar ben ik helemaal klaar mee. Helemaal! Tot de volgende keer. Doei!